Ik ben Bruun Dekker, ben hier begonnen in 1963 als leerling bedrijfskool. Na 2 jaar bedrijfsopleiding ben ik de technische dienst ingegaan en heb daarna altijd al jarenlang de technische dienst, machinedienst onder mijn hoede gehad. En de gebouwen. En daarna ben ik ook overgegaan op de gebouwendienst, omdat toch een machine hoort een fundament te hebben en om die machine hoort een doos te staan, een gebouw met bepaalde condities. En dat alles nauw met elkaar samenhangt, ben ik de latere jaren alles gaan doen. Totdat het zo groot werd dat het niet meer bij de benen was en ben ik overgegaan om alleen maar de gebouwendienst meer te gaan doen. Wanneer bent u met pensioen gegaan? Ik ben hier gestopt op 59,5-jarige leeftijd. Na ruim 43 jaar hier me volledig vermaakt te hebben, alle jaren. En we staan nu voor een van de oudste gebouwen. Dit was nog lichtwerk, hè? Deze hal is in 1963 klaargekomen en toen heette dit lichtwerk. Lichtwerk is begonnen aan de Industrieweg. Dat noemden we het boerderijtje, wat tegenover Standard Electric stond. En daarna zijn we hier verder gegaan met de demontage van Hunters, met revisie van brandstoftanks, met het onderhoud van sproeikisten die van het vliegveld hier naartoe kwamen. En bij de winterdag werden ze gewoon aan een ketting naar boven in de hal getakeld en hingen ze in opslag. Daarna werd het nog wat groter en hebben de alouetten hier geassembleerd. De helikopters? De helikopters. En dat gebeurde allemaal hier? Dat gebeurde ook hier, achter deze deuren, in deze hal. Dat kleine vliegtuigje voor de hangar, wat was dat dan? We hadden hier bij Lichtwerk een eigen toestel. Dat was de PH Mush. Dat was een 2-3 persoons toestelletje waar de directie mee weg kon en de wereld wat over kon vliegen. En die landde hier gewoon op vliegveld Hoogeveen, taxiste over de rolbaan hier naar het bedrijf toe en kon eventueel binnen in de loods onder dak staan. Dat was in die tijd ver vooruit, een eigen vliegtuig. Lichtwerk was zijn tijd ver vooruit. Niet alleen op vliegtuiggebied, maar ook op machinegebied. We waren een van de eerste bedrijven in Nederland die CNC-verspaning deed. Lichtwerk, het moest steeds lichter en lichter en lichter. De producten moesten zo licht mogelijk worden om toch in de vliegtuigbouw zo min mogelijk kilo's de lucht in te hoeven sturen. En eigenlijk is Fokker dan de voortzetting. En niet alleen van het echte lichtwerk, maar ook van het lichte werk. Want ook hier, het gaat steeds lichter en steeds sterker. Het gaat hier, vroeger was het allemaal aluminium. Tegenwoordig is het bijna allemaal kunststof. Of thermohardes of thermoplasten. Lichtwerk lag vlakbij vliegveld Hoogeveen. Soms kreeg Bruin de opdracht om maar even voor havenmeester van het vliegveld te spelen. In de beginjaren van het vliegveld in Hoogeveen was er nog geen havenmeester om het veld open te leggen. En als er dan een vliegtuig ging landen, werd er gebeld naar Lichtwerk. En ging een van ons ging naar het vliegveld toe om het kruis open te leggen. Ja, u was een van die mensen. Ik was een van die mensen die dat ook op zo nu en dan ging doen. En waarom deed ik dat? Omdat wij ook wel onderhoud deden op het vliegveld. Als de windzak versleten was, dan gingen wij daar ook een nieuwe windzak ophangen om toch weer het vliegveld helemaal up-to-date te hebben. We lopen nu richting de plaats waar vroeger ongeveer het kruis gelegen heeft. Het kruis is nu verplaatst omdat het vliegveld ook verplaatst is in oostelijke richting. Maar vroeger lag in deze omgeving lag ongeveer het kruis. Het kruis, dat is een grindbak met een houten kruis erin, welke
open en dicht gelegd wordt om de piloot de juiste windrichting aan te geven om veilig te kunnen landen. En of het vliegveld open of dicht was, hè? Het vliegveld is open als het kruis is open ligt en als hij gesloten is, kan de piloot duidelijk zien dat er niet geland mag worden. En in elke windrichting kan de langste poot van het kruis gelegd worden om de windrichting aan te geven voor de piloot. Daarnaast, als het harder waait, zie je ook dat naast het kruis, de grindbak, een mast staat met een grote luchtzak eraan die de windrichting ook heel netjes dan aangeeft. Later krijgt het vliegveld een eigen havenmeester. En hoeft Bruin vliegveld Hogeveen niet meer te openen of te sluiten. En het houten kruis, dat is nog altijd in gebruik.